praten met Selwyn Duivenstein van Dutch Green Business Group. Goedemorgen. Goedemorgen, Harry. Je bent eigenlijk het enige beursgenoteerde bedrijf wat een beetje in duurzaamheid handelt, hè? Klopt, ja. DGB Groep is beursgenoteerd aan Euronext Amsterdam. En wij zijn echt een groene projectontwikkelaar. Wij bouwen grootschalige natuurprojecten. En de bedrijven willen CO2-neutraal zijn, begrijp ik. Klopt. En dat gaat eigenlijk al terug sinds 1992... toen in Rio de Janeiro op initiatief van de Verenigde Naties het eerste verdrag, het wereldwijde verdrag, werd getekend op het gebied van milieu en ontwikkeling. In 1997 volgde daar het Japanse Kyoto-protocol. En dat was eigenlijk het begin van de verhandelbare emissiereductie, het terugbrengen van emissies. En in die drie decennia is er ook veel gebeurd. We hebben de wereldbevolking van een kleine 5 miljard zien groeien naar bijna 8 miljard. Tegelijkertijd is de voedselproductie in de afgelopen 50 jaar meer veranderd dan de 10.000 jaar daarvoor. En de impact op de natuur die is daarmee ook groot. Het is een grote impact op de natuur. En bedrijven nemen steeds meer hun verantwoordelijkheid daarin. Omdat bedrijfsactiviteiten hebben een negatieve impact op het milieu. Of het gaat om olie, om gas, maar ook plastic, karton, heeft een negatieve impact op het milieu. En er zijn ook activiteiten en investeringen die zij kunnen doen om een positieve impact op het milieu te hebben. Bijvoorbeeld het beschermen van bos, het planten van bomen, schoon water, het herstellen van ecosystemen voor meer biodiversiteit. En wat je nu ziet in de wereld is dat de bedrijven inderdaad zeggen, wij worden CO2-neutraal. Wij worden netto nul, in het Engels net zero. En dat betekent dat ze die negatieve balans en die positieve balans, dat ze die gelijk brengen. En DGB Groep helpt als projectontwikkelaar, helpt hen daarbij om die positieve, grootschalige natuurprojecten aan hen te verkopen. Oké, dan, dat begrijp ik. Maar nou, zeg maar, de klant zelf, hè? Hoe komt hij dan aan zijn trekken dat hij dus, zeg maar, een positief gevoel krijgt? Nou, het gaat verder ook dan het gevoel. En dat heeft te maken met de wet en regelgeving, die zowel wereldwijd als Europees als landelijk op veel grotere organisaties, maar ook op het MKB afkomt. Veel milieu, wet en regelgeving. Het begint allemaal met het berekenen, het inzichtelijk maken van de CO2-voetafdruk. Om eigenlijk die balans op te maken van wat is die impact, die negatieve impact op het milieu. En vervolgens gaan zij zoeken naar partijen en dan komen ze vaak bij ons uit als projectontwikkelaar om die balans, om daar weer een goede balans in te brengen. Door bijvoorbeeld via onze projecten het tegengaan van ontbossing, het herstellen van ecosystemen en ook de gehele biodiversiteit weer terug te brengen. Je hebt iets gedaan nu in Sierra Leone, begrijp ik? Ja, klopt. Wij zijn actief eigenlijk over de hele wereld. En afgelopen maand hebben wij ons project in Sierra Leone, de investering die wij daarin hadden, verkocht. We hebben in december 1,2 miljoen euro. Die order van 1,2 miljoen euro, omdat we 128.000 ton CO2 hebben verkocht. En dat was inderdaad het herbebossen van zo'n 4.000 hectare in het Afrikaanse Sierra Leone. Wie was die klant? Dat was een grote Duitse energieleverancier. Ja, dat kan er maar één zijn. Dat geloof ik. Is dat niet RWE? Dat laat ik aan jou, want we hebben. Maar dat zijn wel inderdaad de spelers waar je aan moet denken. We zien nu die beelden eventjes. Kun je er iets mee vertellen? Ja, wat we zien is, omdat mensen een goed beeld te geven van wat zijn nou grootschalige natuurprojecten. Het zijn echt een ontwikkeling en wat we hier zien is een vlucht over zo'n 4000 hectare aan bos. En je moet daarbij inderdaad denken van het zijn grootschalige operaties om miljoenen bomen te planten. Daar zijn honderden mensen nodig in de kwekerijen en vervolgens weer honderden mensen om het project te realiseren. Dus wij zijn echt een groene projectontwikkelaar. Maar dat gaat niet vanzelf. Hè? Huur jij dat personeel in of komen die bij jou op de payroll te staan? Of hoe werkt dat precies? Dat verschilt per project. We begint uiteindelijk bij het land. We kunnen het land leasen. We kunnen samenwerken met een landeigenaar of het land aankopen. En hetzelfde geldt voor het personeel. Wij werken ofwel samen met lokale partijen, met onderaannemers. Soms ook met goede doelen. Om uiteindelijk maar te komen tot dat grootschalige CO2-project. En dat is precies, dat wisselt per project uiteraard, maar dat is hetzelfde eigenlijk vergelijkbaar met vastgoed. Maar wat voor land is dat dan? Want dat moet niet zoveel voorstellen, want je gaat niet
bomen rooien om bomen te planten. Nee, klopt. En dat is, je moet denken aan gedegradeerd land. Het gaat echt om vruchtbare grond. En wat je ziet is dat als wij bijvoorbeeld een project hebben om tegengaan van ontbossing, dan wordt dat wordt echt grootschalig opgekocht door voedselbedrijven die daar direct alles leegvegen. Dat gaan we tegen. En onze projecten waar we aanplanten, dan moet je denken aan gedegradeerde grond, niet vruchtbare grond, waar wij met ons team van ecologen en de juiste bosexperts voor de komende 30 jaar een project opzetten om dat weer terug te brengen naar de huidige natuur. Nou ben ik een potentiële klant, bij wijze van spreken. Even, ik neem even die positie in, hè, en dan zeg ik, ja, die man kan dat goed vertellen. Hij vertelt het heel mooi. Maar hoe geloofwaardig is het dan? Hoe kun je het controleren? Nou, er zijn, ik zeg altijd, iedereen gekscherend, iedereen kan een boom planten, maar om tot een geverifieerde CO2-compensatiecredit te komen, dan moet er wel even wat gebeuren. Omdat veel van onze klanten, die moeten ook daarover verantwoorden in hun jaarverslag. En de gemiddelde accountant keurt niet zomaar ieder project goed. En daar zijn standaarden voor, wereldwijd. Dus wij laten al onze projecten altijd onafhankelijk controleren voordat wij van een natuurproject komen tot geverifieerde CO2-compensatie. Het wordt gecertificeerd dan? Correct, ja. Door wie? Wereldwijd is de grootste partij daarin is de VCS, de Verified Carbon Standard. Hebben inmiddels meer dan 1800 projecten gedaan. En partijen als ING, Shell, de grotere AIX-fondsen, daar zul je allemaal in het jaarverslag terugzien dat zij gebruikmakend van deze manier hun CO2-uitstoot compenseren. Nou begrijp ik dat 1000 kilo CO2-compensatie kost 10 euro? Ligt verschilt per project, maar dat is goed. Dat is een gemiddelde waarvoor wij nu verkopen. Maar vorig jaar was dat 5 euro. Dat vertelde je toen. Ja, klopt. Het is nu wie juist bepaalt die prijs dan? Nou ja, richting 2030 is er steeds meer vraag, omdat er steeds meer verplichting komt. Maar ook omdat bedrijven vrijwillig meer verantwoordelijkheid nemen. En er is een schaarste. Dus er zijn wereldwijd niet genoeg projectontwikkelaars en niet genoeg grootschalige projecten. Dus dat drijft de prijs op. Vorig jaar is de prijs van CO2-compensatie met 200% gestegen. Je had het net al even over de beurs. Nou, de CO2-markt is met alweer 12% gestegen dit jaar. En dat komt puur door vraag en aanbod. Er is een tekort aan aanbod en er is veel vraag. Oké, nou moet je heel veel financieren. En je hebt daartoe een obligatielening uitgeschreven. Wat zijn de kerncijfers daarvan? Nou, en dat klopt inderdaad. We hebben nu een pipeline van 13 miljoen ton CO2... die wij dus gemiddeld voor die 10 euro kunnen gaan verkopen. Maar er is zoveel vraag dat wij willen opschalen. En de kerncijfers van onze huidige obligatie, zodat ook de beleggers mee kunnen doen aan de uitbreiding van onze bestaande projecten, 8000 hectare nieuw bos om aan te planten, is een looptijd van 4 jaar, een rendement van 6%, uitgekeerd op kwartaalbasis. En dan nodig ik beleggers inderdaad graag uit om op de website daar meer informatie over te vinden. Maar dat zijn de cijfers. En de zekerheid, dat is dat je deelneemt met een obligatie in een beursgenoteerd fonds? Klopt. We zijn inderdaad, omdat we beursgenoteerd zijn, sta je onder controle? Hoe werkt dat? Ja, hetzelfde zoals Philips, ASML en de grotere partijen. Om op Euronext genoteerd te zijn, is er natuurlijk wel de nodige mate van corporate governance en compliance. Maar dat kunnen mensen op onze website allemaal uitgebreid terugvinden over hoe dat in elkaar zit. Dan noem je grote bedrijven, maar zijn er ook MKB-bedrijven die kunnen deelnemen? Ja, zeker. Ik wil graag met een van onze impact consultants eens kijken om het programma Business Class CO2-neutraal te maken. En we hebben ook partijen hier in de buurt die vervolgens zeggen van, oh, ik wil mijn drukkerij CO2-neutraal maken. Ik wil mijn coronatesten CO2-neutraal maken. En dan kunnen ze in hun marketing dan genoegen meenemen? Kunnen ze meenemen in hun marketing, in hun verslaglegging. We hebben ook klanten die zeggen, ik wil per verkocht product wil ik een boom planten. Het is aangetoond dat de consumenten meer betalen en liever een product kopen als daar duurzaamheid bij zit. Oké, bedankt zover. Wilt u meer informatie, dan kunt u die krijgen op onze site. Dan komen we zelf bij Selwyn Dutch Green Business Group terecht. Bedankt. Is your company carbon neutral? Dutch Green protects the natural world. We restore destroyed ecosystems on a large scale and plant fruit trees where it is most needed. Storing CO2 in these natural sources is the best way to offset your carbon footprint. Visit dgb.earth today and start offsetting your emissions.